Morgen, zondag 13 februari, is het Wereldradiodag. Deze dag werd door de UNESCO en de Verenigde Naties ingesteld als internationale dag. Wereldwijd worden op deze dag evenementen georganiseerd door omroepen en radioverenigingen om het belang van vrije en onafhankelijke radio te benadrukken. Reporter Sifra Goudland maakte het volgende verslag. Kijkers, goeiedag. Aanstaande zondag is het Wereldradiodag. De UNESCO heeft deze dag ingeroepen om wereldwijd de aandacht te vragen voor omroepen en het werk die radio-dj's doen. Wij van ATV brengen een bezoek aan twee verschillende radiostations om de radioomroepers te vragen wat deze dag betekent voor hun en hoe ze in het vak zijn gerold. Eerste stop is bij SRS de Power Station 96.3. En onze omroeper die wij voor ons hebben is Olu Abena. Ik denk dat hij wel bekend is bij ieder. Maar de eerste vraag is, aanstaande zondag is het Wereldradiodag. Wat betekent het dat de UNESCO aandacht vraagt voor het werk dat jullie doen? Mooier kan de UNESCO het niet gemaakt hebben voor ons. Moet je nagaan, de radio bestaat al 76 jaar, als we uitgaan van de eerste uitzendingen vanuit het hoofdkwartier van de UNESCO, Verenigde Naties. En als je hebt een Wereldradiodag, zo'n medium dat we al 80 jaren gebruiken in Suriname, waarmee we jong en oud bezighouden. Niet alleen met entertainment, ook met programma's, ook met muziek heeft van doen met entertainment en zo. Maar meegaan met zoveel ontwikkelingen, het nieuws, de actualiteiten. Als er aandacht voor gevraagd wordt, is dat meer dan billijk. Bena zegt dat de omroep in zijn bloed zit. Hij is er op zijn 14e in gerold. Hij begon bij de SRS en ging daarna naar het familiebedrijf Radio Koyeba. Onze volgende stop was bij een iets minder bekend radiostation en dat is Radio 9. Dit station is onderdeel van Trishul Broadcasting Network, TBN. Wij zijn nu op bezoek bij Radio 9, 98.9 FM. Een van de radiostations die een beetje is opgedoken met een van de, ik zal maar zeggen, bekende omroeper die het altijd gezellig weet te maken. En dat is niemand minder dan de heer Melvin Groeneveld. Meneer Groeneveld, goedemiddag. Goedemiddag. Aanstaande zondag is het Wereldradiodag. Wat betekent het dat er een dag is speciaal voor jullie radio-dj's? Nou, sowieso. Iets anders, iets aparts. Want ook de radio of het radiogebeuren in elk geval is niet weg te denken in de wereld. Want wij van de radio moeten ervoor zorgen dat de informaties de mensen bereiken. Dus natuurlijk altijd apart dat er zo'n dag is en dat we in elk geval gretig gebruik van moeten maken. Beide omroepers zijn van mening dat radio behoort tot de traditionele media en dat is niet meer weg te denken. Zowel Abena als Groeneveld zeggen dat de samenleving de radiomakers kan stimuleren door naar de radio te blijven luisteren en te participeren. De radio moet je koesteren. De radio is waar je elke keer weer naar kan luisteren. Om zoveel mooie dingen te doen. Dus je hebt je social media's makkelijker je telefoon pakken. Maar de radio kun je meenemen in de auto. Kun je meenemen op de werkvloer, overal. Hè, waar meerdere mensen van kunnen genieten. Je hoeft maar met z'n allen op een afdeling ergens. Of waar dan ook. Met elkaar overeen te komen. En te zeggen van oké, we gaan naar dit station luisteren. Dit uur. Want we kunnen met z'n allen leren. Begrijp je? En je hebt er mensen die werken, die je anytime kan spreken. En de radio is wat we nooit meer mogen kwijtraken. De radio zullen we altijd hebben. Radio is niet meer weg te denken. Absoluut niet. Radio niet, tv niet, de krant niet. Is absoluut niet weg te denken. Maar je moet ook meegaan met de tijd. Je moet meegaan met die ontwikkelingen in de wereld. En het ziet er misschien iets wat makkelijker uit. Het is niet altijd zo makkelijk, geloof me. Vooral wanneer je achter het paneel zit en eraan moet zitten denken van oké, hoe kan ik die mensen in een andere sfeer brengen? Hoe kan ik het zo dusdanig in elkaar timmeren dat mensen die uitzending toch aangenaam. Natuurlijk ga je niet in één keer ieder tevreden kunnen stellen, dat absoluut niet. Maar ook jij als radioman of radiomaker
doet je uiterste best natuurlijk om de mensen bezig te houden. En het is natuurlijk altijd leuk wanneer je dus geapprecieerd wordt en wanneer je weet je, een thumbs up krijgt van hey, die uitzending van je was fantastisch, het was prachtig, een leuke uitzending gedraaid. Dat motiveert je, dat geeft je echt die extra kick om het de volgende keer veel beter te doen natuurlijk. Of op dezelfde weg door te gaan of door te bewandelen, waarbij je weet dat je mensen dus erg aangenaam bezig houdt. De Verenigde Naties begon op 13 februari 1946 met het uitzenden vanuit het hoofdkwartier in New York. Het volledige interview over Wereld Radiodag kunt u bekijken op onze Facebookpagina ATV Suriname.